First Lady Melissa Santokki Sinashri heeft op donderdag 18 maart 2021 een bezoek gebracht aan een tweetal ziekenhuizen. De ziekeninstellingen Slans Hospitaal en het RKZ voelden zich vereerd de presidentsvrouw te verwelkomen. Ook heeft de First Lady dank uitgesproken voor de bijdrage die de werkers tot nu toe hebben geleverd en hen in de bloemetjes gezet. Hier in verband met de COVID-zorg, die ook door Slans Hospitaal wordt verleend. COVID was natuurlijk de grote verrassing van 2020. En al heel snel heeft het team in Slans Hospitaal zijn krachten gegeven om ook die zorg in dit ziekenhuis te verlenen. En dat is dankzij, je hebt altijd trekkers nodig. Hè? In het begin is men altijd een beetje reluctant, een beetje bang. Maar de grote trekkers zijn dan geweest de twee intensivisten, dokter Banwari, dokter Panka. Zij hebben het team van de afdeling interne zover gekregen om ook mee te helpen. En gaandeweg hebben zij dan zich helemaal ingewerkt in alle protocollen, richtlijnen, wat even nodig was om de zorg aan de patiënten te verlenen. En ik mag dan als hoogtepunt noemen, natuurlijk COVID is niet iets om trots op te zijn, maar een mooi hoogtepunt voor het ziekenhuis was wel dat we dus onze gespecialiseerde afdeling in gebruik konden nemen. Begin januari. De voorbereidingen waren eigenlijk al het hele jaar door bezig. Maar het ging om bouwwerkzaamheden, apparatuur en allerlei aanpassingen. En dat hebben we dan in januari in gebruik kunnen nemen. Waardoor er een mooie afdeling in gebruik is genomen. Helemaal gericht op speciaal COVID-zorg. Ook al is er geen COVID-zorg, de afdeling kan gewoon dienen voor reguliere zorg, maar in geval van oplaaiende golven kunnen we die afdeling dan weer in gebruik nemen. Het mooie is dat Slans Hospitaal in het afschalingsplan zowel aan het begin staat van de golf als aan het eind. Dus wij zijn het eerste ziekenhuis dat gaat upgraden en ook het laatste ziekenhuis dat zal afschalen. COVID is nog niet weg, dus we hebben dagelijks wel opnames. Dus die afdeling is gewoon open. De patiënten zijn er en de zorg wordt verleend. Dus wij zijn blij dat de First Lady ook aan ons heeft gedacht. En haar waardering wil uiten richting het team, richting het ziekenhuis. En we zijn heel blij om u hier te verwelkomen. Want natuurlijk volgen we de media en we zien First Lady gaat naar de ziekenhuizen. En we denken van oké, we komen ook wel aan de beurt. U bent er, welkom. En ja, dan geef ik het woord terug aan meneer Ivo. Het is een heel mooi moment om u vandaag hier te mogen verwelkomen. We hebben in het afgelopen jaar ook notabelen hier gehad met status patiënt, COVID-patiënt. Gelukkig bent u COVID-vrij en hier in ons midden. En dat het zo mag blijven. We zijn in 2020 in maart opgeschrikt door die COVID-verschijning in Suriname. Wat mijn persoon is begonnen, heeft intussen duizenden mensen intussen in het ziekenhuis doen belanden. En wij moesten de zorg omgooien. De reguliere zorg omgooien naar een stukje intramurale COVID-zorg. Want ambulant konden de mensen niet behandelen. En we zijn dus eigenlijk over de tweede golf heen, zou ik zeggen. En wat ooit dus heel erg gekoesterd was, is van over een jaar hebben we vaccin. En inderdaad is het moment daar nu dat we kunnen vaccineren. Er is veel te zeggen over die vaccin die wij gebruiken, maar gelukkig zijn er mensen die nog altijd goedgelovig zijn en denken dat het werkt. Alhoewel nog evidentie aan de dag moet worden gelegd. In Europese landen zoveel gezegd wordt over allerlei bijwerkingen, maar goed. We moeten ons veilig aanstellen om weer naar normalisatie te gaan. En Slans levert gelukkig een grote bijdrage
in het traject van die vaccinatie onder leiding van DOG en het ministerie van Volksgezondheid. Dat is heel mooi dat het storm loopt, dat mensen zich willen laten vaccineren. En inderdaad vind ik dat we het geen drempel moeten opwerpen. Want we moeten door die 50.000 vaccins heen voor, het heeft een bepaald vervaldatum. Dus eigenlijk meer prikpunten, dat die organisatie komt en dat er dus zijn bedrijven tegemoet komen. Misschien ook zo dat men naar de bedrijven kan gaan wanneer het een groot bedrijf betreft. Dus en ook om wat u aangaf van hoe zwaar dit is geweest. Intussen zijn we een jaar verder. Men heeft ervaring opgedaan, maar dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk en zwaar werk blijft. Dat het veel vergt, dat het veel van u vergt. En vandaag ben ik hier als onderdeel, u bent het vierde ziekenhuis in verband met mijn Grand Tangi project. En in wat ik daarmee probeer te doen is net wat er aangeeft, dus dat is een kleine geste, een klein paar van waardering. Het is namelijk zo dat 5 maanden nadat het bekend was dat er in China een epidemie was uitgebroken, dat wij ook als frontliniewerkers in Suriname in het Saint-Vincentius ziekenhuis moesten participeren om te strijden voor het leven van onze medemens. Wel, het was weer een moment dat we kennis moesten maken met een ander aspect van het beroep waarvoor we hebben gekozen. En dat is namelijk werken tijdens een pandemie, werken tijdens een crisis. Er waren uitdagingsmomenten, maar we hebben de hulp gehad van de man daarboven en de warmte van elkaar. We zijn echt gaan leren wat teamwork is, want er zijn momenten dat we dat echt nodig hadden. We kunnen zeggen dat we met een blik van tevredenheid van dit moment uit kunnen terugkijken naar wat we allemaal hebben kunnen presteren. Cynthia heeft het gezegd. Het was nieuw, het is heel veel, maar ik zeg mijn mensen altijd, als je in de verpleging zit, moet je ervoor zorgen, je wordt met van alles en nog wat geconfronteerd. Nu is het een pandemie geweest, maar we hebben ook gehad dat je een patiënt aan je bed krijgt en pas na 2 dagen hoor je het is een ziekenhuisbacterie. En dan ga je het personeel die met die persoon gewerkt heeft moeten screenen enzovoort. Dus risico's lopen we allemaal op. We komen dat allemaal tegen, maar het hoort bij het werk. Je wordt zo opgeleid. De mensen die hier werken en natuurlijk ook in de andere ziekenhuizen, die hebben enorme offers moeten brengen. Ik denk niet dat men zich kan voorstellen wat ze allemaal hebben moeten doen om te zorgen dat 1, die zorg naar die patiënt toe optimaal is, maar ook dat ze zichzelf dus ook beschermen en hun familie. Er zijn een heleboel mensen geweest hier onder het personeel die gewoon niet naar huis gingen omdat ze bang waren om daar hun familieleden en hun geliefden te besmetten. Ze zijn gebleven in het ziekenhuis. Ze woonde en werkte eigenlijk in het ziekenhuis. Gelukkig heeft die situatie niet al te lang geduurd, doordat we heel goed daarop hebben ingespeeld. En nogmaals, dat is gewoon een samenwerking van alle actoren die wel beseften wat hun verantwoordelijkheden waren op dat gebied. Zoals dat project al de titel draagt van Grand Tangi, dat is het. Het is de waardering uitbrengen middels een klein gebaar voor onze frontliniewerkers. Ik heb dat continu aangegeven, ze zijn onze heroes in, zoals de directeur aangeeft, een oorlog, een strijd tegen een onzichtbaar vijand. En dat maakt het allemaal moeilijk. We zijn een jaar verder. Dat betekent dat we toch wel ervaring hebben, maar dat maakt het niet minder zwaar, niet minder dat wat van de werkers wordt gevergd, niet wat van de mens wordt gevergd. En na een jaar merkte ik net, toen u aan het woord was, van inderdaad, vroeger was het gewoon vanzelfsprekend, wanneer je iemand ontmoet,
Surinamers, is die bossie en die brasa krijg je. Daarvoor staan wij bekend. De mensen, de city of the smiles, dat wij gewoon warm zijn. Zo zijn we als mens. En ik stond er niet bij stil dat het al eigenlijk ontwend. Ik ben het al ontwend. Het is eigenlijk wanneer mensen te dicht bij je komen dat je eerder al wil zeggen van 1,5 meter afstand. En zo hoort het eigenlijk niet. Nu wel, we moeten onszelf beschermen. We moeten ons medemens beschermen, onze mensen beschermen. Maar dat neemt iets weg van ons. En de bedoeling is, en ik hoop met de komst van het vaccin, dat we op uiteindelijk, weet niet hoe lang dat gaat duren, maar dat is wat ons streven is, we blijven positief. Het mooie wat u heeft aangegeven van ondanks alles wat er gebeurd is, wat van u gevergd werd, dat u zich volledig heeft ingezet, dat niet onopgemerkt is gegaan. Dat heeft heel veel veranderd in uw leven, heel veel veranderd in ons leven, voor ons allen.